Heyo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag hebben we voor jullie een nieuwe episode van mijn Black Ops 2 Road to Gold serie. En we gaan eens even kijken wat we in de vorige episode hebben geunlocked. Even kijken, we hebben Choco Camel, dat is altijd nice. Zo, even kijken, we moeten nog 20 kills, dan hebben we de 100 kills. Nou, 19 eigenlijk, hè, technisch gezien, maar het is altijd nice. Heb ik al FMJ? What the fuck, kan ik geen FMJ hierop? That's bullshit. Even kijken, Fast Max, even kijken, Accuracy. Ik kan niet echt een perk wegdoen, even kijken. Ik had dus echt gedacht dat ik hier wel FMJ op kon krijgen, maar ken ik dus niet. Lol, ik klok vast echt zo dom in de vorige episode. Ik wilde FMJ op hebben. Nou goed, mijn excuus kan dus niet helaas, ben ik aas. Goed, wel, we gaan weer Groot War doen. Of zullen we wat anders doen? Even kijken, kill, confirmed, headquarters, capture the flag, is ook wel leuk. Change and destroy, dat is ook wel gaaf natuurlijk. 6 tot 12 players. Jullie mogen natuurlijk ook gewoon achterlaten in de comments welke game mode ik moet doen natuurlijk. Even kijken, hardpoint, daar ben ik echt gewoon slecht in. Demolition. We gaan gewoon een potje domination doen. Gewoon veilig. Wat langere episodes is altijd wel leuk, denk ik. Goed, pom. Ik ga gewoon echt lekker veel opnemen vandaag. Even kijken. Als we hier worden gegooid, jongens, dan gaan we hier nog een potje spelen. Ik ga altijd een vol potje spelen in Route to Gold. Maar goed, ik ben dus lekker veel episodes hiervan aan het uitpompen. Want ik wil gewoon deze serie klaar hebben. Even kijken, hoe lang nog? Oh, ronde 2 van de 2. Oké, kan ik hierna nog een mooi potje spelen. Maar goed, ik pomp ze dus uit alsof het gewoon helemaal niks is, deze serie. En wel, ik vind het ook echt gewoon echt leuk. Ik heb er echt lol in. Gewoon ook echt een keer gewoon lekker Black Ops 2 op Shadow Games. Maar ik zit er wel enorm aan te denken om de nieuwe COD voor de computer te kopen. Dus dat betekent dat ik eventueel ook niet de Xbox One en of de PS4 hoef te kopen. Dus ja, het is even kijken. What the fuck is dat? What the fuck, man? Hier, zie dit. En gewoon, het slaat gewoon ook weer nergens op natuurlijk. Want wel, ik zag die kills nog niet eens op mijn beeld. Maar, dan kan je heel eind teruglopen. Jezus. Maar, want ik heb wel gemerkt dat de graphics bij Crysis 3 gewoon OP goed zijn. Vind ik tenminste. Dus, ik weet niet wat ik ga doen. De COD op PC of gewoon de COD hier weer op gaan spelen. Want, ja, vinden jullie de kwaliteit die ik nu heb in principe goed? Want ik heb gemerkt dat de kwaliteit niet helemaal, helemaal up-to-date is. Dus, kutzooi. Ga dood jij, dikke emu! Jezus, wauw, ik ga er nu al uit. Ik weet nou dat niks klopt van dit potje. Zag je dat? Die kerel kon je eens dood. What the fuck, man. Nee, maar goed, ik ga wel gewoon een beetje fatsoenlijke potjes lopen zoeken natuurlijk. Als dit weer niks wordt, dan gaan we ook gewoon weer wat anders spelen. Ah, kijk eens even kijken. Waar gaan wij op? Waar gaan wij op? Studio! Nice! Dat is best wel nice. Ik heb gewoon zin in de studio. Ik weet niet waarom, maar ik heb er gewoon zin in, jong. Maar misschien koop ik hem wel voor de computer. I don't know. Ik wil nog wel een beetje een console gamer blijven natuurlijk. En anders, waarvoor heb ik anders mijn tv en PVR en alles. Dus Maar laat eens even achter. Vinden jullie de kwaliteit die ik nu heb gewoon goed? Of als jullie in een vergelijking gaan met Fishinator. En in vergelijking met mijn Crysis 3 en alles wat rotzooi helemaal. Dus laat het even van achter. Ik kan wel mijn Xbox eventueel op mijn monitor gaan spelen. Daar weet ik niet of ik dat ga doen. Maar dan ga ik nog wel een keer uitproberen natuurlijk. Maar zien we dan wel. Maar laat gewoon even achter. Moet ik het hier gewoon op blijven spelen? Ja of nee. Vind je dit prima? Ik ga dus ook wel een keer een Route Gold episode van mijn monitor doen. En dan moet er denk ik een Team Deathmatch spotje gewoon lekker kort en snel. Gaan we beginnen, jongens. Ik moet nog de hele tijd vol lullen met commentaries. Dus ik wil gewoon beginnen graag. Dank u wel. We gaan proberen of we vandaag misschien mijn Hellstormers kunnen halen. Ik weet het niet. Mijn droom zal zijn om gewoon een keer een swarm met dit wapen te halen. Dat zal zo cool zijn. Nee, maar dat lukt. Dat is te hoog gegrepen voor mij, echt waar. Goed, KSG, let's go. Ik vind dat zo nice hoe die echt gewoon reload. Even kijken. Ik weet niet wat het is. Ik heb een dikke zin in de milkshake. Gewoon, what the fuck. Nee, maar ik heb gewoon zin in de milkshake. Dus, ja. Breng me eens even een milkshake naar mijn huis toe. Hallo, wat denk je nog niet? Jezus. Oh ja, by the way, jongens. Als jullie fanmail willen insturen, dan dat kan dat, maar dan moet je wel even contact met mij opnemen. Via PM, mijn personal message. Ja, of via Twitter natuurlijk. Het hangt er gewoon van af. Ik doe het niet via de comments. Ik ga jullie niet mijn postcode via de comments geven. Maar jullie moeten wel gewoon even, als jullie eventueel fanmail willen sturen, even contact met mij opnemen via mijn thingy-majig. Mijn PM of via Twitter, personal message. Dat mag ook. Maar als het gewoon om personal message gaat. En of je stuurt me gewoon een e-mail.
dan dat kan het ook. Maar ja, het makkelijkste is gewoon om via YouTube PM te doen. Zeg gewoon, hey Ronald, ik wil gewoon een keer fanmail insturen. En dan zeg ik, nou is prima joh. En dan geef ik je gewoon mijn, ja, mijn hele micmac waar je naartoe stuurt in principe. Dus ja, no problemos zal ik het doen. Ik vind het helemaal lauw. Even kijken, goed. Oh ja, by the way, nog over die contest met die Bouncing Betty's. Daar komt de uitslag van in de volgende... in de volgende... Achteraf commentary, dat is wat ik daar zocht. Ja, volgende achteraf commentary, daar ga ik daar helemaal over kletsen en alles. Want dan ga ik het nog verder hebben over dus de uitwerking met fanmail en alles shit. Dus ja, maar goed. What the fuck is... Huh? Right. Nee, maar in ieder geval, dus jullie moeten maar gewoon even dan contact met mij opnemen als jullie PM willen. Of nou, als jullie fanmail willen sturen, dat mag gewoon in principe van mij. Oh, ik dacht als ik blijf liggen, dan ziet hij me niet. Ik ben wel benieuwd hoe dit ging. Oh ja, die kerel die zegt me duidelijk met zo'n even routing. Ja, oké. Okay. Oh, laat ik strijken. Oh, mijn jezus. Hoeveel sta ik? Oh, 3 op 5. Slecht. Slecht. We gaan eens naar A toe. Gaan we A securen. Ja, op deze map had ik nooit echt gewoon goede streaks, maar ik heb wel zin om deze te spelen, want ik vind het wel grappig. Oh, jongens. Ja, kom maar, stom oedelding. Kom maar, hè. Trick it fire. Ik schiet je in één keer uit de lucht. What the fuck? Ja, dom oedel dat ik ben. Oh, dat ding is toch dood, dus wat dat betreft. Oh, wat? Een swarm? Nee. Een swarm. Dat... Een swarm. Nee, oké, ik wou net zeggen, what the fuck, swarm? Zo vroeg in de game. Ik lief, ik heb het niet op dit potje. Kijk, hoe lang ben ik al bezig? Oh, 7 minuten. Nou, wat lekker riep, whatever. Gaan we nu team deathmatch doen. Core team deathmatch. Domination is de laatste tijd een beetje verminkt aan het raken, dus ik speel vooral Kill Confirm, team deathmatch, dat soort wat, sorry allemaal. Nou, hopelijk spelen we nou gewoon wat fatsoenlijker. Nou, we gaan gewoon spelen. Studio Team Deathmatch. Studio Team Deathmatch is überhaupt wat fijner, want wel dan heb je van die hotspots in principe. En wel die hotspots die omringen in principe de hele map als je daar spawnt. Daar zo. Dus dat is echt wel gewoon vervelend. Wow. Hoe heb ik die gehad? Da fuck. Ja, diamond. Wat is het voor ding? Diamond. Ja, zo'n diamond. Ja. Ik ben daarna voor die sniper vergeten, maar ik weet wel hoe die heet. Oh, kutzooi. What the fuck ligt hier in één keer? Anders had ik hem geraten, de emu. Maar ja, dat wist hij zeker ook wel. Kill is niet dom natuurlijk, als hij een diamond sniper heeft. Logisch. Ja, staat hij daar hoor. Met zijn diamanten emu pack. Jongen. Dat is toch ook gewoon een beetje zielig gewoon. Het is niet echt gewoon jammer. Nee, het is gewoon sneu voor hem. Dat hij gewoon niet toen Call of Duty kan spelen. Ja, dude, jammer voor jou. Oh, snel er binnen. Oké. Ja, je wilt mij, dat weet ik ook wel. Maar dat kreeg je niet. Haha, lockheads. Hostile hunter killer drone inbound. Yeah, adjustable stock unlocked. Altijd nice. Ik heb niet echt veel aan, maar oké. Ik speel het al niet mee, maar goed. Pompitompitom. Hey. Laat het even jij. Een hit? Ja, oké. Dat is een hitmarker. Yes. Yes. Hem. Lol. Hierdoor. Hem. Wist hij dat hij me dat... Wist hij dat ik hem achterna zat of zo? De emu. Wauw, dat is een skills, dude. Wat me lukt zo lekker als ik die diamond sniper mocht. Hierdoor. Yeah, als ik het over de duvel heb. Lode, niet handig. Oké. Okay. Oh god, de komen ze. Kut zo. Kill. God, bro. Nee. Een sniper met je. Dat is. Nee. Niet doen. Oké, kom op. Ik wil nog één killetje hebben voor mij. Ik heb de kill. Ik heb een UF. Open en bloodthirsty. Dat is ook nice. Even reloaden, hoor. En even team callen. Dat is altijd nice. Oh, ho, ho. Waar loop ik heen? Dit is zo slechte place om te zijn. Verschrikkelijk gewoon eigenlijk. Pieschandelijk. Nice. Kom op, nog één fucking kill en ik heb een hellstorm. Ik heb een hellstorm en een lightning strike.
Hoe nice. Dit is mijn Hellstorm natuurlijk. Ja, ik doe hier natuurlijk. Het is altijd zo. Eén kill, maar nou ja, whatever. Light ga ik inkollen. Boom. Helemaal goed. Beetje verkeerd ingekold, maar best wel skillful. Oké, één kill. Twee kills, drie kills. Het is altijd nice. Oh, ik ben op een rampage met dit ding. Ik was zo op een rampage. Ah, verdorie. 16 op 5. Wow, beste potje tot nu toe. Dit is gewoon de gameplay dit, jongen. Nice. Oké, dit was echt een chill potje. Geef toe. Gewoon echt wel chill. Dat heb ik echt nog nooit gehaald met een shotgun. Volgens mij één keer met... Ja, ik heb volgens mij dit wel één keer met de Remington gehaald. Ik weet niet. Maar de Remington is ook gewoon een beetje een halve submachine gun natuurlijk. Dit is nice, jongens. Weet je wat, jongens? Bedankt voor het kijken allemaal. Als jullie fan mail willen insturen, neem dan contact op met YouTube Personal Message. Je gaat naar mijn kanaal, klik je op overig en dan klik je gewoon op contact opnemen of bericht verzenden of zoiets. Hetzelfde geldt bij Twitter eigenlijk. Ga je gewoon bericht sturen naar Shadowgames. Niet gewoon @Shadowgames, nee, maar gewoon bericht sturen naar. En wel, jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Laat even dus achter in de comments wil je fan mail insturen. Zo ja, dan neem je contact met mij op. Dat heb ik al 5 keer gezegd. Laat even een like achter voor dit awesome potje. En dan zeg ik wel tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Ram op het duimpje. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.